Ooit was dit een statig kasteel, maar die tijd is nu wel voorbij. Jarenlang werd er niets aan het kasteel gedaan, waardoor de muren en de daken in verval raakten. Alle hoekbalken die de muur raken, die zijn aan de onderkant zo verrot dat ze er niet meer zijn. De draagkracht van de hele kap die is helemaal verdwenen. Alles wat weg is en geen houvast heeft, dat gaat kruien. Dus die balken trekken aan alle kanten en die trekken ook die voorgevel terug. En dat scheurt alles gewoon af. In het kasteel komt een hospice. Een plek waar mensen in een rustige omgeving hun laatste dagen kunnen doorbrengen. De financiële planning was zo goed als rond. Maar een onaangename verrassing gooide roet in het eten. In 2007, toen het hele gebouw gestript was, toen kwamen mensen erachter dat het dak in veel slechtere staat was dan van tevoren gedacht. Er zijn opnieuw berekeningen gemaakt en op dat moment kwamen we erachter dat we 9 ton tekort kwamen op het budget, alleen voor de dakconstructie. Vandaag mochten mensen voor het laatst een kijkje komen nemen. Het plan is om in 2010 klaar te zijn met de restauratie. Maar dan is de miljoen euro van het tv-programma hard nodig. Wil je zelf een stem uitbrengen? Kijk dan op www.hospicehetkasteel.nl.